in de bank zitten, dus dit is een bingo kaart en wij moeten deze 9 opdrachten volgen. Dat zijn het 12. Nou mensen, wij gaan vandaag weer een fotochallenge doen. Voor wij zijn de team. Hey, ik snap dat je het liever doet, maar niet alleen maar onze stukjes van vandaag kijken. Ook naar die andere drie wel eens een keer klikken. Dit is de derde keer dat je dit zegt vandaag. Voor de regels, belangrijk. Nou, we hebben dus 12 vakjes, waarvan 11 hetzelfde bij elk team. Ja, ja. Eén vakje is specifiek per team en die levert ook nog eens 2 punten op. Ja, ja. Eén vak. Maar die weten we niet van elkaar, dus dat is spannend. Nou, gaan we beginnen, want we hebben 6 uur. De tijd. Fuck. Goed, deze kaart. We gaan er even goed naar kijken. Het is nu belangrijk, ja, ik kan lachen, maar het is nu belangrijk dat we dat een goede voorbereiding. Ik zweer het je. Kijk, zie je dit? Ja, leuk hoor. Dat is een lelijk licht van wacht. Nu zijn we echt twee lekkere jongens. Kijk, ik weet niet wie dat grut daar staat. Wat ben je lelijk. Het is belangrijk dat je even wat tijd investeert aan het begin van de dag. Je kan beter daar wat tijd verliezen en een goed plan uitstippelen dan nu hals over kop gaan rijden. Ja, daar zijn wij al bekend. Ja, daar zijn wij al bekend. Ze zeggen het vanuit, ja, deze. Iemand in uniform. Kan een politieagent zijn, bijvoorbeeld. Of NS. Ja, de NS, ja. Dat is super makkelijk, conducteur. Hey, ik zit die bingo kaart te bekijken. Dan gaan ze denk ik niet alle 12 halen binnen de komende 6 uur. Minimaal 1 meter onder water. Onder water? Onder water. Hoe maken die foto dan? Nou, we kunnen naar... Nou goed, weet ik niet. Nou, duidelijk. In een achtbaan. Aan het werk in bedrijfskleding van dat bedrijf. Appie of zo, vraag even zo'n shirtje. Dat lijkt me een uitstekend idee. In de etalage. Ja, daar kunnen wij sowieso, ja, dat is voor elke winkel. We hebben helemaal niet door dat wij er staan. Met een wielrenner. Ja, dat kan. Wij hebben natuurlijk nu een beetje, zijn wij bekend. Ja, misschien. Team wielrenner. Ja, leuk. Voor een plaatsnaambord van een plaats die rijmt op de naam van één van je teamleden. Bijvoorbeeld Bram Amsterdam. Matti Lampengatti. Rob Geldrop. Ja. Met een chihuahua. Ik zit hier te denken, Koen Hendrik Ido Ambar. Ja. Ja, dat is goed. Met een ijsje waar 10 bolletjes op zitten. Die kijk wel op. In een botsautootje. Jezus. Waarop je een kijker laat schrikken. Ja, ook dat is wel eens wat moeilijk. En dan voor dubbele punten met de Red Fool. En ik weet waarom zij die niet hebben, want hij staat bij Matt in de buurt. Hij staat maar in het kan dus zomaar zijn dat hij, als hij deze kaart heeft gezien, om goed te keuren als creative hoop, dat hij die auto ergens anders heeft gezet. Maar onze dubbele punten, onopgemerkt van het andere team. Dat zouden we nu dus gewoon willen doen. Ja, laten we dat niet doen. Dat is te makkelijk. Ja, want ons vakje voor dubbele punten is, maak onopgemerkt een foto van het andere team. Maar dat meteen bij de start doen is natuurlijk een beetje laf, dus dat gaan we niet doen. Laten we gewoon beslissen wat we eerst gaan doen. Nou, die Red Bull is dus 2 punten. Ja, is 2 punten, dus eigenlijk moeten we die doen. Thuisbezorgenaar. Waar is dat jacka? Gewoon nu hier voor in de auto. Can I put your jacket on for 1 second? Because we have to do a challenge in which we... Ja. Mag jij de foto? Daar zit het dan nog. Ja, ik doe snel, hij moet weg. Gaan we fietsen. Hij hoeft niet dicht. Ja, super. Super. Alleen bedrijfsleiding aan hebben is niet genoeg. Je moet aan het werk zijn in je bedrijf. Hij is wel de fiets, hè? Wat was hij aan het bezorgen? Dat lijkt een ijzersterke start te worden voor Robbie, Koen en Raoul. Dus nu moeten Milo en ik ook snel wat punten gaan scoren. Oké, mensen, we gaan de stad in. We hebben gekozen om gewoon op de voet te gaan, terwijl zij al met de auto weg zijn. Dat is het, dat is het. Je moet nooit hun maar gewoon achterna gaan. Uiteindelijk nu wel. Wij moeten een foto van hun maken. En hoe komen ze ooit weer tegen? Het was te laf om het nu te doen. Ja, dit is heel laf, maar ik had dat wel moeten doen. Nee, we gaan even het centrum in, maar dat is natuurlijk ook mijn stad gewoon, hè? Utrecht. Die ken ik als. Ja, nee, ga even. Nee, we hebben een paar dingen in gedachten hoor. Wat dacht je van een lekkere ijs komen met 10 bollen? Ja, kijkers. Laat het lekker laten schrikken, die gasten. Ik wil kijken laten schrikken, dat vind ik leuk. Ja. Terwijl ik zo die foto van jullie maak, dan laat jij hem schrikken en dan maak ik hem. Laat ik dat hoofd van die kijker natuurlijk zo helemaal doen. Laten wij nu onderweg gaan. Streep hem af! We hebben helemaal geen planning gekregen. We hebben een stempel. Wat de Hey, ik zeg, we gaan onderweg naar de Red Bull. Oh mijn god, we zijn dus onderweg naar Amijnen. En ik zweer het je al de hele tijd op mijn telefoon te kijken naar een naam die rijmt, een plaatsnaam die rijmt op een van onze namen. Ja, het liefst eigenlijk iets wat ook een beetje in de buurt ligt. En ineens rijden we op de rotonde dichtbij Amijnen en Roel ziet... Hij en Boykop. Hij en Boykop. Dat ligt gewoon onderweg naar Amijnen. Het kan zelfs zo klein zijn dat er niet een bord is, want dat is wel de eis. Voor een plaatsnaamboord van plaats die rijmt op de naam van een. Dat is altijd een plaatsnaambord? Ja, niet altijd volgens mij hoor. Nee? We beseffen hoe lekker dat ze zijn. Als er dus wel een bord is, daarna rijden we aan meiden, doen we een foto met de Red Bull en wel 4 punten. En dan gaan we zeker even gaan lunchen. Wil je toevallig dan een ijsje met 10 bolletjes voor de lunch? Ja, maar helemaal niet. Ja. Ja, kerel, hier kan je gewoon komen. Kijk, dit is de Bijenkorf. We staan voor de Bijenkorf. Ja, dat is het enige. Oh, die oma is aan het zwaaien. Jij kan toch hier gewoon tussen gaan staan? Dit is gewoon de winkel. Je kan hier gewoon lopen. Je kan hier gewoon tussen gaan staan. Ja, ik denk dat ze dat echt niet raar gaan vinden, maar ik ga het wel doen. Dus. Ja, oké. A few moments later. Ja, kijk, daar komt-ie. Ja, prachtig. Ga daar staan, Ga erin, daarachter. Ja, goed. Heel goed. Ja, mooi. Ja, goed. We hebben hem. Ja, mooi man. Aan jou de eer. Je mag hem ook zelf afvinken van mij. Die is heel mooi hoor. Hier met de bamboom. Ja.
Ja! Ja. Het is wel, het is wel zo'n bord. Dus het moet wel. Welkom in... Oh nee, daar hangt een ding overheen. Oh mijn god. De meter. Maar aan de andere kant staat er misschien ook een. Er is geen omgekeerde vlag, maar er is een sticker over wat wij precies nodig hebben. Dit is toch ongelooflijk? Ja! 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 Maar aan de andere kant rijden om te kijken of daar wel het goede dorp zit. Aangezien het dorp zeg maar 1 minuut rijden, dus we zijn meteen aan de andere kant. Maar we kunnen altijd hier naartoe. Ongelooflijk maar waar, er was in het hele dorp 1 plaatsnaambord niet afgeplakt. Niet dat er nou zoveel plaatsnaamborden waren, maar dat levert ze wel gewoon een puntje op. Rob, hij en Boeikop. Punt 2! We hebben hem. Oké, okay, mensen, we zijn nu bij de McDonald's in de stad. En we kunnen 2 dingen doen. Of we gaan vragen of we hier mogen werken. Of het mag niet. En dan gaan we gewoon eten, toch? Nee, ik heb helemaal zoveel honger. Ja, ja. Of die oranje shirts. Nee, die andere mensen hebben hier oranje shirts aan. Ik denk dat we het hier niet moeten doen dan. Moeten we naar die andere die McDonald's gaan. We gaan naar die andere Mac. Wielren, E! Meneer, mogen we op de foto met u? Ja, door. Hij heeft natuurlijk haast. Niemand heeft een chihuahua. Echt niemand. Alleen Gordon. Zullen we Gordon even een bericht sturen? Stel dat Gordon zegt ja, dan zitten wij vanmiddag zitten wij in Gordon's huis. Zullen we Gordon een berichtje sturen? Ja, Gordon, ja jij. Hij vindt jou zo'n heerlijk feentje, gewoon. Dat weet ik nu al. Zoek jij eens even uit of Gordon een chihuahua heeft. Ik weet zeker, als jij Gordon een bericht stuurt, dat vindt hij zo heerlijk. Dat weet ik ook zeker, ja. Oh, je vindt jezelf nogal knap. Nee. Gordon Jukerot. Hij volgt mij niet eens. Ja, maar kerel, wat zeg je van deze foto's te kijken? Kijk eens naar die hond. Het is helemaal geen chihuahua, kerel. Helemaal geen chihuahua wat Gordon heeft. Ik kom hier goed weg, zeg. Als jij alsnog met Gordon wil afspreken, kan dat wel. Ja, dat hangt dan na de opname. Ja, dat is leuk voor een avond, maar... Nee, dit wordt het niet. Kerel, maar dan moeten we dus gewoon echt gaan hopen dat hier iemand met een chihuahua in het centrum loopt. Ja, wat dan? Amijden, Raoul. Oh nee, dat rijdt niet. Dat hoeft ook helemaal niet meer. Nee, hoeft niet meer. Duizend Amijden. Wij denken dus dat de Red Fool hier ergens staat. Zeker weten doen we het niet. Nee, want we weten dat Martin wat laatst heeft gehad. Maar ja, we hebben dus geen idee waar die hier is. Dus we gaan nu op een soort van zoektocht door Amijden op zoek naar de Red Fool. Even de storytime van de Red Fool. Hij was natuurlijk kapot. Toen is hij gerepareerd en die heeft nog een tijdje op die parkeerplaats gestaan waar hij kapot is gegaan. Alleen Matt heeft hem echt eergisteren opgehaald of zo. Heeft hij gisteren in ieder geval aan mij verteld. Hij heeft het sowieso verteld in de reden. Ja, dat denk ik ook, want hij wist van deze opdracht. Hé, hey, bistro Bientje, man. En zullen wij, als we zeg maar de Red Fool hebben gevonden, een fotootje? En zo gingen ze door het dorp op zoek naar de Red Fool. Ik wist oprecht niks van deze opdracht. En ik heb het ook niet met de reden aan Robbie verteld. Als ik wel van deze opdracht had geweten, had ik zeker verteld dat hij op Ameland stond. Zou hem hier al kunnen spotten? Ik zie, hij staat dan niet. Maar nu is de vraag, weten ze hem ook te vinden? Dat hij hier gewoon random staat, zou wel grappig zijn. Ik zeg gewoon een rondje. Oh! Ja! 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 Kijk eens, met 4 bandjes. Shit bro, nu scoren ze gewoon 2 punten in mijn eigen dorpie. Wij hebben nu 4 punten toch? Ja. Ik ben echt wel benieuwd hoe ver zij nu zijn. Zijn dat mensen in uniform? Ja, politie, handhaving. Ja, die moeten we vragen. Ja, ja, ja. Zullen we de handhaving doen? Ja, ja, we gaan het vragen. Ja, we gaan het vragen. Ja, ik weet niet of dit nou zo'n goed moment is. Ik wil eigenlijk even wachten tot ze klaar zijn met deze... interactie. Laten we even wachten. Heel even wachten nu. Hey, ijs. Moeten we dat nou wel doen? Ja. Zullen we even ijs halen? Ik haal even een ijsje. Hi. Ik heb een rare vraag. Ik moet 10 bolletjes hebben. Hey mensen, het begint hier te storten, dat is ongelooflijk. Maar jij hebt een lekker ijsje gehaald. Ja, een burger is dit. Ik heb die broodrommel van huis meegekregen. Wat is er dan? Wat is er? Ja, maar dit telt nog niet mee. Maar, hoezo telt dit niet mee? Dit is gewoon even die dingen die je moet doen. Kijk nou, ik cijfer weg. Met hier. Een ijsje, maar dat moet wel een ijshoortje zijn. Heb ik gevraagd, kon niet. Wil dus niet doen. Kunnen er maximaal 6 op. Ik zou hier niet meer akkoord gaan als ik andere team was. Eet je dit maar gewoon op een snack, dan kijken we later of we over een... smerig. Je hebt echt gewoon 1 bolletje op in één hand. Hoor je nou van gefilmd tijdens het filmen, filmception hier ook? Ik wil even een foto alleen met jou. Je mag trouwens ook op. Kom er maar bij, ik ga wel in het midden. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Lachen. Hij schrok, hè? Waarom je een kijker laat schrikken? Ja, mooi. We hebben hem! Die was echt goed. Nou, wegwezen. Ja, willen jullie Mac? Kunnen jullie vragen of zij of ze iets van zo'n jasje of kleding hebben of zo? Waarom ga je dat hun laten vragen? Of ze iets van zo'n jasje of zo hebben, maar wel voor onze maat. En dan waar we even achter de kassa mogen staan erin. Ja. Ja, beter, thanks. Dit is heel erg grappig. Kijk, deze is gewoon binnen. Kijk, laat zeker dit die socks of zo. Ja, die socks echt dood. Ik heb het idee dat als we nog een keer... Ze hebben niks. Oké, nou, dan moeten we iets anders verzinnen. Nee, nee, nee. Ik moet helemaal niks. Het andere team moet wel wat. En dat is punten blijven scoren. En dat doen ze ook. Want terwijl ze op het terras zitten, komt er gewoon toevallig een wielrenner langs. Echt de enige van heel Nederland die dag, aangezien het echt hondenweer was. Ongelooflijke dub dat we daar het terras op willen lopen. En dat we een wielrenner tegenkwamen die zo lief was. Met een wielrenner. God, mondu en lekker gegeten ook, jongens. Het buikje zit vol en dat is fijn, want nu heb ik weer nieuwe energie om naar een pretpark te gaan. In Naarden heb je dus pretpark Oud Valkcafé. Daar kwam ik vroeger altijd. Oh mijn god. Nee. Wat ik daar wel weer vervelend vind. Ik heb nog maar 6 maanden te leven, joh. Is dat we dan toch steeds moeten zwemmen er? Nee, niet we. Jij. Hoezo moet ik dat doen? Jij hebt de enige met een zwembroek bij je. Je hebt ook een zwembroek bij je. Shh. Daarbij, ik kan niet 1 meter onder water. Ik wil...
Ja. Inmiddels hebben Milo en ik een Albert Heijn shirtje gekregen, vrouwenmaatje S. En daarmee kon Milo uitstekend de Barladuc bijvullen met zijn nieuwe leuke collega. Shoutout voor het op het spel zetten van je baan, jongen. Dankjewel. We zijn weer in de auto. Ja. Centrum mooi geweest. Ja. Het is tijd om door te knallen. Ja. Eigenlijk voor alles moeten we nu gaan rijden, voor al die achtbanen, dingen. Maar bijvoorbeeld ook voor plaatsnaam. Die rijdt op de even ons. Ja. Milo. Ja. Dat wordt moeilijk. Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Leuk. We kunnen een beetje toveren, want Matty en Matthias heb je. Matty. Ja, Matty. Timo en Magatti. Oei, dat zou ik wel lusten. Dat is leuk voor een avond. Ik heb zo'n site waar alle plaatsnamen onder elkaar zijn. Op de computer kun je dan lekker ctrl-f'en. Kijk eens, Robert van der Graaf belt. Ja, het is eigenlijk, hoe moet je dat zeggen? Het is iets inderdaad, ja. Ja, dus is een saai kutgesprek. Hé, laten we die site gaan struinen. Er moet iets rijmen op as. Saas. Oud Alblas. Ja, dat is sowieso een ding. Matthias, Oud Alblas. Kijk eens, ik zie hem staan. Ja. Oud Alblas. Terwijl u ordinair stond te zuipen in de kroeg, zorgen ze hier in Oud Alblas dag en nacht voor hun beesten. Zo werd er op de nacht van zaterdag op zondag een 16-jarige jongen betrapt die seks had met deze pony. Ik heb trouwens ook gehoord dat Oud Alblas ook een heel pittoresk wielrennergemeenschap is. Ja. Daar wordt heel vaak heel hard... Daar gaan we even een koekje en een drankje doen in de zon. Dit lijkt echt op een kutje. Ik vind het allemaal oude kaas in de kut. Ja. Dit lijkt pas een beetje op een kutje. Tenminste, met zo'n soort rolletje handen gaan we op elkaar getoepen. Waar is even een kom anders achter welke er meer op een kutje lijkt? Lief, mij ruikt er ook echt naar. Oh, wat kutzig. Ik ruik dit broodje, maar ik proef een kutje. Dat vind ik belachelijk. We zeggen nice, man. Iemand heeft het oude Alblas gejaagd. Hoe kan dat nou? We hebben helemaal ingereden voor Jan Lul. Het heeft altijd nog een andere kant, toch? We hebben altijd een uitweg. Dit is wel een beetje waar we voor gingen. Je hoort dat bord te hangen. Zou het niet maar zo officieel op het dorp gezien worden? Dat ze allemaal het bord hebben weggehaald. Ah, pleur op. Oké, we hebben nadere borden. Ja. Moet je dan aan de andere kant zetten dan een oude Alblas op? Godsamme. Wat is dit nou? Draai maar om. Ik wil het wel proberen. Draai om. Draai hier om. En dan gaan we naar de zijkant toe. Want boven en onder moeten we natuurlijk ook nog erin kunnen. Verliezen we toch hier ongelooflijk veel tijd hiermee? Ja. Oh, snel. Waar is die wiel? Oh nee! Dat is die wielrenner! Ik dacht dat je het bord bedoelde! Nee. Dit is echt een typische oma, ik wil doodstraat. En wanneer ga jij dood? Hi, mogen jullie wat vragen? Wij zijn op zoek naar het bord Oud Alblas, maar die kunnen we nergens vinden. Weet jullie waar dat staat? Dat is gestolen toen de tijd. Of weggehaald door... Niet. Maar aan de andere kant van Oud Alblas staat hij nog wel. Oké, dan gaan we dat proberen, dankjewel. Hoe kan dit nou weer gebeuren bij ons? Oh. Dat vind ik echt helemaal niet zielig. Ja! Oh, hij is niet gejat! Ja, gooit hem neer. Of het domme wat lekker zeg. Ja, tijd voor frikandelbroodje. Mensen, het is zover. Plaats die remt op de naam van een van je teamleden, Bram is Amsterdam. Goed verhaal. Die vinken we eens even af. Hupsakee, die wordt heel knalgeel wordt die. Ik zou toch gewoon hem naar Downrail knallen. Gaan we een achtbaantje pakken? Zou ik doen. Heb je daar achtbaantje? Heb je daar eventueel tiki-bad? Ik denk dat zij daar ook heen gaan. Zullen we proberen dat we hun locatie kunnen krijgen of zo? Dat zijn we het echt productie. We hebben even live locatie. Ja, voor die verdubbelaar van ons. Ja, dan weten we waar ze zijn. Wij weten niet dat wij dat moeten doen, hè? Maar hoe wil je een locatie krijgen? Nou, gewoon wagenproductie. Stuur even live locatie, dan weet ik van voor de ding. Ja, zeggen ze allemaal. Opgeflikkerd allebei. Ik heb nu onze productie. Ja. Of zij het soort kunnen vragen alsof ze het nodig hebben. En dan sturen wij ook gewoon zo'n live locatie. Of desnoods maar een uur en cancelen we meteen. Want daar gaan ze toch niet op kijken. Want zij gaan denk ik niet doorhebben dat wij dat nodig hebben. Dus zelfs zij zijn helemaal niet in de buurt van Tiki Bad bijvoorbeeld. Want dat gokken wij, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Gaan we dan naar hun toe? Ja, dat moeten we hebben. Dan gaan we natuurlijk meteen kijken. Op wat voor prachtige plek zijn we nou? Kijk eens aan. Daar zijn we in de verte. Niet bij die poep, maar zoomt in op de poep. Gaan we even kleine kinderen filmen? Ja. Zijn jullie klaar voor het leukste pretpark van het Gooi? Hoeveel pretparken zijn er in het Gooi? Nee. Oké. Okay. We hebben betaald om hier binnen te komen, maar ik had toch het gevoel dat ze gingen zeggen jullie mogen niet. Hadden jullie dat niet? Ja, volgens mij kenden ze ons wel, maar we waren wel heel erg aan twijfelen. Je treintje hier en volgens mij is die achtbaan daar linksachter. Die stond altijd eerst hier. Wat moeten we ook weer doen? We moeten in een achtbaan en we moeten in de bondsboten. Ik heb zin in een pannenkoekje. Ik moet ook zeggen, de laatste keer dat ik hier was denk ik net na de Tweede Wereldoorlog. Hoe zouden jullie het vinden als ik jullie nu vertel dat ik misschien al 2 jaar lang gewoon een kind heb? Kijk, daar links zijn volgens mij de botsauto's, dus die kunnen we sowieso doen. Zeg maar, als er geen achtbaan is, is het wel duur. We hadden wel €49 betaald voor de botsauto's alleen. Daar is de achtbaan. Hier, gaan we over. Kijk, jongens, wat mooi dit zeg. Ja, leuk. Sos! Gaat snel, hè? Hey jongens, we gaan achterin, dan gaat hij het hardst. Hey, doen we nog een rondje? Ik moet wel meer beelden hebben. Nu regent het wel echt hard, dus ik stel voor pannenkoeken. Nee, even die botsauto knallen. Nee, Koen, doe niet, raak! Oeh, nee, het dwaalt uit!
Ja, kijk laat. Kijk laat, is gek. Oh, we kunnen die kinderen helemaal kapot maken, die botsauto's. Dit zijn allemaal kijkers van ons, hè? Waar is de uitgang? Oh, je hebt geen schrikken. Ja, is de uitgang bij die boom, of niet? Ja, daarin. Ja, bro, laten we naar heen gaan. Dan ga jij achter een boom staan. En dan zeg ik even een fotootje met Koen. Ja, ja, ja. En dan kom jij daaronder achter. Ja. Jij gaat daar achter staan. Jij gaat zo met hun op de foto en dan laat Rob ze schrikken. Met een kijker. Moet ik hem maken? Moet ik hem maken? Ja, schrik. Oké, vlag. Waar schrik jij nu? Hey, hey, hey. Nou, dat weet ik niet. Schrok je? Ja, man. Ja! Hey, man. Hebben we nu pannenkoeken verdiend, of niet? Ja! 3 punten! Yo, dat ziet eruit als een dicht pannenkoekenhuis, man. Waarom ben je een pannenkoekenhuis als je dicht bent, ouwe? Dan ben je gewoon een dichthuis. Ik accepteer, man. Ja, ik ben echt teleurgesteld. Ik heb echt zin in pannenkoeken. Oké, we zijn onderweg. Oud-Alblas hebben we achter ons gelaten. Er zijn een paar dingen gaande. Als wij willen winnen, hebben we eigenlijk die keer 2 sowieso nodig. Ja. Zolang wij niet weten waar ze zijn, wordt het kansloos. Dus we hebben nu via onze productie hebben we gevraagd. Ja, het is echt super geforceerd. Ja, het is handiger als zij weten waar wij precies zijn, want dan weten ze hoe laat we terug zijn. En Roel zei, ja, dat doe ik niet gelijk. Ja. En ik meteen heel trouw natuurlijk dat locatie ja. delen. Ik heb het gevoel dat ze het wel een beetje doorhebben dat ze dat eigenlijk liever niet doen. Koen heeft gelezen, ja, alleen maar, die heeft niks gedaan. Nee, ze negeren dat volledig. Dus dat geven ze ons door. En dan hebben we misschien onze kaart wel een beetje verspeeld. Dan weten ze ook dat dat nu onze challenge ja. is. Ja. We knallen nu door naar het zwembad sowieso. Gaan we nog even ijs eten ergens. Doen we nog een botsauto hier en daar. Ja, dan is de video klaar. Ik kan net zo goed wegklikken nu. Oké, okay, doei mensen. Ah! Eentjes zwemmen in het water. Balder al de dieren. Balder al de raren. Goed. Lekker fris. Hey, ik ben heel fris en fruitig. Ja. Deze gaan we gewoon afvinken. Hoe ziet die foto er eigenlijk uit? Heb je die gezien? Kijk maar. Prachtige foto, 1 meter onder water. Dus even kijken, minimaal 1 meter onder water. Strepen. Met een vieze gele pisstiftje ook. Oké, wat gaan we doen? Kermisje pakken? Ja, ja. En het dichtstbijzijnde nu voor ons is in Almere. Jezus, nee, je wil niet dat we nog levend thuis komen. Op naar Almere. Did I disappoint you? No, ook niet let you down. Jawel, het pannenkoekhuis is dicht. Oh ja. Ik kan je misschien dit aanbieden als jullie dat lekker vinden. Ik moet zeggen, we gingen lekker. In de achtbaan. Bam. In de botsauto. Ik vind het wel een slecht gekozen opdracht. Want je weet ook dat die gewoon hier in Vinkeveen, waar zijn we? Naar Oud-Valkeveen, dat die daar bij elkaar staan. Ja. Iedereen kent dit park, dus dan weet je toch. Het zou heel dom zijn als ze hier niet heen zouden gaan. Iedereen weet dat je hier in de achtbaan en botsauto's hebt. We hebben er nu 3, 4, 5, 6, 7, nog 5 te gaan. Nou, en zwemmen, dat gaat Rol doen. Als we het over zwemmen hebben, zeg maar, vroeger gingen ze dan naar. Maar zullen we eerst even ergens gaan eten? Maar hij moet wel, aangezien hij de enige is met de zwembroek. Jullie hebben allebei een zwembroek mee in je tas. Rol, zoals ik al zei, wij gaan niet zwemmen. Ik vind dat jij het moet doen. Jullie hebben ook een zwembroek mee, ik ga niet zwemmen. Nee, jij gaat zwemmen. Ik ga niet zwemmen. Dat is zeker een meter onder water. Hey, kom er snel uit, anders word je nat van de regen. Alle eentjes zwemmen in het water. Balder al de dieren, balder al de raren. Nou, kom maar uit, we moeten door. Ik zit in pannenkoeken. Jij ook, denk ik. Wat was het in pannenkoeken? Hè? Huh? Zeg jij wat hij zegt? Voor mij zegt hij, ik heb ook zin in pannenhoeken. Ja, 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 is goed, dan gaan we ja, ja, wij ook, man. En zo scoren ze dus weer een punt. Maar direct na hun zwemavontuur sturen ze dan toch eindelijk ook hun live locatie. Ja, ze hebben hem gestuurd. Ze hebben hem gestuurd. Dat is ongelooflijk. We kunnen jagen, we kunnen jagen. Oké, okay, maar even. Dit is een spannend moment. Dit is een spannend moment. Ik klik hem nu aan. Bekijk live kijk. Ja, Almere zijn ze, ik zweer het je. Zijn ze, die ze zijn bij die kermis. Ik denk het ja. Kijk waar ze zijn. Of ze komen er net vandaan. Ze hebben sowieso ook beelds gecheckt. Ja, 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 ja. Ze komen net daaronder vandaan. Dat is onder Almere. Ik denk dat ze die kermis hebben gepakt. Die kermis, ja. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat is moeilijk hè. Even kijken, even gewoon in de gaten houden. Want we moeten er even rijden wat ze gaan doen. Maar je kan nooit naast ze gaan rijden en dan stiekem een foto maken. Nou goed, we hebben nog lang te gaan. We houden even de gaten waar zij heen gaan. Dat lijkt me sowieso het beste. En 3 keer raden waar ze heen gaan. Naar een pannenkoekenhuis in Naar de Vesting. Echt bizar. Hebben we toch een zin? Het is echt bizar. Weet je wat ik echt kut vind? We hebben dus nog 4 dingen op de kaart. Ja, en jullie besluiten, we gaan pannenkoeken eten. Ja, we hebben een uur en 3 kwartier. Dit heeft helemaal niks met de een strijd uur en 3 kwartier. Maar die etalage kunnen we zo wel even fixen. Ja, je etalage heb je wel, ja. Dus de ijskoopwinkels gaan soms wel dicht als het slecht weer is. Ja, en er is geen ijskoopwinkel die 10 bolletjes verkoopt. Tuurlijk, als wij dat vragen. Wij. Bro. Ik wil een pannenkoek. Ik zie geen pannenkoek. Je hebt een kapsel. Wat heb jij? Ja, kaas en met. Oh, dat is leuk. Misschien van Milo vind ik het Milo. Ik doe dit speciaal voor Milo. En jij? Je hebt ook wel een lekkere... Nutella. Oh, je bent Nutella. Ze hebben deze dikzak bestand op 2. Ja, ik kon niet kiezen. En los van even van wat we nu aan het doen zijn. Ik zou echt zo'n camper willen kopen voor een video. Ja, leuk. Jongens, jullie vragen natuurlijk af. Milo, waarom heb je nog die ongelooflijk gave zwembroek aan? Of je denkt natuurlijk, waarom heb je helemaal geen broek aan? Hahaha, camouflage, leuk. Mensen, is als volgt. We zijn hier in de Naardenvesting. Je denkt, waarom? Waarom heb je dat nou gedaan? Ze zijn hier. Ja, ze zijn hier. Ze zijn hier. Zit er gewoon pauze of te lunchen of zo? Er is iets met doen. Of ze hebben iets van... Ze zijn al klaar, misschien hebben ze alles uitgespeeld. Hier zijn ze
zijn. Wij moeten een foto van hem maken voor dubbele punten. Dan hebben wij onze dubbele punten. Als we dit halen, dan gaan we gewoon winnen. Het ding is alleen, we kunnen het ook verpesten als ze ons zien. Dan is het sowieso klaar. Ja, dan gaat het niet, ja, of op een ander moment, maar ja, dat gaat niet meer lukken. Nee. Dit is nu of nooit. IJssalon. Misschien zijn ze hier wel geweest. Ja, ik denk misschien dat ze daarom hier zijn. Laten we dat doen we zo wel. Dit kunnen we zo meteen wel focussen. Het is deze straat en dan is het beneden links en dan zijn ze daar. Het is mogelijk spannend. Maar het is ook omdat je weet, dit kan fout gaan. Kijk, het zwembad, dan kan je kiezen. Gaan we dat doen of niet? Hij zit hier achter, zit hier rechtsachter, hier rechtsachter. Rechts. Dit kunnen we nog lopen, dit kunnen we nog lopen. Dit is mokerspannend. Dit is echt spannend. Zonderse terras. Ja, die dance daar zit, die dance bij die kapsuur zitten. Dat zonderse terras van daar, u bent welkom voor lunch en diner. Oh, jezus, ik klik me dood, joh. Sorry. Zit daar iets? Kunnen we verder? Het terras is helemaal leeg. Het terras is helemaal leeg. Ja, zit er binnen. Dat is kut, dat is echt kut. Als wij nou zo gaan, als wij naar links omgaan, zit die hier zitten. Maar ze zitten natuurlijk sowieso hier binnen. En ik denk dat als je hier langs, dat is te opvallend. Even kijken wat aan de andere kant zit. Wacht, ik hoor wat. Ja, ik ken precies wat je hoort. Dit is wel op de kaart precies waar ze zitten. Dit tentje hier, daar zitten ze in. Maar in een café en van binnen kun je makkelijk naar buiten kijken, maar van buiten niet naar binnen. Zo moeilijk om zo de foto te zetten. Dat daar die andere kant was, moeten we hier voor omheen lopen. Laten we het hele rondje maken en dan hebben we alle opties bekeken. Kijk, zitten ze nog? En die gaan ergens heen, hoor. Je kent die Rob, dat die klaar is met zijn late middagbrunchje. Ja, die zitten ook altijd. We zijn al 17 keer in de botsauto's geweest. Even, dit is de reconstructie. Maar nu zien ze jou, hè? Nu zien ze jou, dat is dus niet goed. Dus ik sta. Ik ga zo. Ja, meer zijwaarts. Zo, ja. Kunnen ze jou nooit zien? Ja. En ik ga zo, hè? Selfie-modus. Ja, gewoon alles of niets. We nemen gewoon het risico. Ik heb het niet gezien, maar ze kunnen ons wel zien van wie. Dit is echt een slechte plek. Wat is het dan? Film even om het hoekje. Je zit hier midden te kijken voor iedereen. Je zit echt voor iedereen te kijken gewoon. Hier, ik kan ons gewoon zien aankomen lopen. De andere kant is beter, we moeten omlopen. Ja, ik ga niet omlopen. Ja, we moeten weer om. En dom erop. Ik ga filmen. Nog één keer filmen. Weten wij hem op te sporen en vast te leggen met de verborgen camera. En dit is hem. Ik zie hem. Ik heb hem. Ja, ik heb hem. Ja, ik maak geen grapje. Ik maak geen grap. Kijk hier aan, Rob. Dit is Rob. 100%. 100%. 1000% zeker. We kunnen ook van hier die selfie maken heel ver inzoomen. Ik ga vanaf hier. Ik ga een goede foto maken. Wacht. Ik kan een foto van jou maken vanaf hier. Ik laat je nu zien. Je hebt mijn HD erop. Ja, dat is hem wel. En zo kregen we Robbie wel op de foto, maar kregen we het niet voor elkaar een foto te maken van zowel Milo als Robbie samen op dezelfde foto. Dus moesten we iets anders verzinnen. Dat is een geniaal idee. Hij gaat onder dat raam zitten, dan maak ik de foto die hij net had gemaakt. Dan hebben ze allebei op één foto. Het is wel een beetje raar voor die mensen die hier die toko hebben, maar goed, er zit toch niemand vandaag. Ik sta hier in de aanslag om het te filmen en een foto te maken en Milo staat op het punt hier langs te lopen, langs het raam. Als hij daar langs is, kan er niks meer misgaan. Oké, ik ga nu, oké? Ja. Ik ga meteen lukken als je voor die deur bent. Ja. Zie je mij nog? Nee, ik zie je niet meer. Je zit achter de bosjes. Ja, god. Wat ben je aan het doen? Niks jongens. Wat ben je lekker aan het eten? Ja, toch, niet van... Nou ja. Wat is er? Jullie opdracht? Kut, hij is gepakt. Pino, wegwezen hier. Ik zag het niet. Ja, ze komen nu. Ze zeiden, oh, moesten we daar? Moeten we live kijken? Wegwezen. Dit hadden we niet moeten doen. Nu is het verpest. Nu hebben we die challenge niet gehaald. Ja, wat moesten we dan doen? Je had nog die foto van die. Ik had tel toch al. Ik had al een foto van Rob. Hoe hebben ze mij gezien? Ja, weet ik veel. Dus ik denk dat ze ons al eerder gezien hebben. Nee, kut, sorry. Nou, wat gaan we doen? We hebben nog niet zo lang meer. Kom, we gaan naar de kermis. Ja, naar die kermis toe. Ik heb ook honger trouwens. Il Milino. We hebben dus nog een kwartiertje ongeveer. We zijn teruggereden naar kantoor, zijn nu best wel dichtbij. En we staan voor Il Milino. Dus we kunnen nog eentje afvinken. En dat is 10 rolletjes. Oh, ik dacht etalage, man. We zijn 10 smaken aan het uitkiezen en wat we gaan doen is, we hebben dan een bakje met 10 bolletjes. En dan hebben we een hoorntje, die kantelen erop. En dan draaien we hem om en halen het bakje ervan af. Even kiezen. Kikker. 3, 2, 1. Oh, het gaat heel makkelijk. Nee. Dat kan niet. Ja. Ja. Ik dacht, het gaat nooit lukken op dit moment. Fucking goed, nog een high five. Dankjewel. Proost. Ciao. Wat is er? Ik heb gezien in een keihard eruit, bro. Dit zou je echt kunnen bestellen. Donald, wat ook een onzin. Welke smaak heb je? 10 keer banaan. We hebben net gezegd tegen die vent van als er nog meer jongens komen die dit vragen, niet doen. Doe het absoluut niet. Ik ben dik. Dit is een massieve beuker, jongen. Stel
je ziet dit lopen. Je denkt, wat een rare gozer. Kom je met mij filmen? Nee, ik zal wel even opeten. Ja, even opeten. Lekker Vel is een zomerkamp in Nieuwebrug. Dat wordt georganiseerd voor kinderen met overgewicht. Hey, ik had niet verwacht dat ik hier ooit nog zou zijn, man. De kermis in Almere is zat. Ik heb zo'n idee dat we niet de eerste bank zitten zijn hier vandaag. Ik weet niet waarom ik dat gevoel heb. Ze moeten wel een beetje opschieten. Ja. Hey, de box staat er zo uit. Hey, we moeten er even in. We gaan er gewoon even in zitten. Hey Milo, let's go! Hey, uiteraard! Ik maak al wat een leuke foto! Ja! Wow! Nee, niet respect Milo! Dit is levensgevaarlijk dit man! Hoezo niet? Zo, ik ben mijn been, jongen. Is het Transformer geen uniform? Laten we die Transformer gewoon doen. Ja, Transformer is toch een uniform? Dat is 100% een uniform. Ja, dat is een uniform, natuurlijk wel. En hier zien we dan dus drie hele leuke Transformers met dezelfde hobby's en interesses. Besef wat we hier zien, de family coaster. Maar zou jij daarin mogen? Jij bent toch de dik? Maar gaat het wel hard, man? Gaat die hard? Ik heb het idee dat we in dezelfde achtbaan gaan als zij. Maar nu toch wel door, hoor. Zo! Jij krijgt het, bij jou kan het een rekje niet dicht. Oh mijn god! Levensgevaarlijk! Oh, adem! Hij gaat nog best hard, joh! Blaas er bijna uit, kill! Je vloog er bijna uit! Hebben jullie twee porties besteld? Waar wij met rust één keer, alsjeblieft, met één, gewoon één keer met rust maken. Nee, we sluiten hier gezellig op de kermis samen. We hebben nog churros gehad, maar de tijd zit erop, we moeten terug. Ik ben zwaar benieuwd wat zij... Ja, wij gaan naar huis, ik ga eten. Nu is er één van jou, dat snappen de mensen ook wel. Oké, let's go! We waren in een pretpark en toen vroeg een kindje om een foto. En toen zei een vader... Hey, moeten jullie niet op de bank zitten? Niemand reageerde erop. Op het moment dat je heel veel kleine kinderen niet aan het lachen kan krijgen, dan heb je echt wel gefaald ook in het leven. Maar je zegt dat we nu echt op de bank zitten. Tijd voor de review! Hey. Tijd voor onze foto's. Matty en Milo. Dat zijn wij. Goed team nou. Bam! In de etalage. Wat denk je van? En wij zochten natuurlijk wel een beetje gewoon een beetje. Jullie hebben dus stiekem gedaan. Tuurlijk. Eén punt, zou ik zeggen. Ja. Volgende. Aan het werk met een collega. Wij wilden wel echt werk doen wat bij Milo paste. En dat een beetje onderaan de voet zou keten. Vullen. Dat is waar ik toch op zou uiteindelijk. Dus ja, daar gaan we dan. Het was een vrouwenshirt in maat S. Dit geloof ik. Heb jij een vrouw ook uitgekleed om dat dan aan te trekken? Daar ga ik dus ook niet op in. Puntje? Zeker. Twee, ik tel mee. Twee. Voor een plaatsnaambord van een plaats. Die rijmt op de naam van één van je teamgenoten. Ja, we hadden het niet getroffen. Maar heb je niet Matthias gedaan? Natuurlijk hebben we dat gedaan! Ja. Maar wij zaten ook aan jullie te denken. Dachten wij, we hebben echt 6 uur niet aan jullie gedacht. Maar leuk dat jullie wel. Kijk, laat schrikken. Dat was een leuke, maar een simpele. Ja, je ziet hem niet goed, maar op het filmpje schrikt hij zich echt helemaal blij. Hij schrikt helemaal niet. Hij schrikt echt heel erg. Omdat ik jullie geloof, puntje. Maar op basis van dit kan ik het niet zien. Minimaal maar 1 meter onder water. Nou, wat denk je? Wij naar de Filipijnen, duiksetje gehaald. 70 centimeter diep, maar daar. Kijk eens, daar zit hij hoor. Zo. Diep, heel diep. Ja. 5 puntjes. In de botsaan. Nee. Op de kermis ook. Jullie zijn toch op diezelfde kermis geweest? Welke kermis was dit? Ja, gaat je niks aan. Waar we gewoond hebben. Kermis gewoond. Nee. In een achtbaan. In een achtbaan. Zo. Nee. Ja. Ook die kermis. Kijk even hier in de achtbaan, hè? Ja. Is dit een achtbaan? Ja, zeker een achtbaan. Had hij een ketting en daarna... Zeker had hij een ketting. Ja, hij heeft een ketting. Ja, ja, en ze zeiden dat jullie er ook al geweest waren. Ja, lul. Dat is niet waar. Een ijsje met 10 bolletjes. We hadden eerst al gevraagd hier in het centrum. En toen zeiden ze weer, ja, dat kan alleen in zo'n soort grote bak. Maar dat is niet echt boeiend. Dat moet ik eigenlijk in een hondje vinden. En later op de dag. Tien bananen. 10 bollen banaan. Volgende. Je hebt heel veel dingen. Je hebt politieagenten die je kan doen. Je hebt natuurlijk stewardessen. Maar goed, uiteindelijk is het toch het meest voor de hand liggende om het gewoon te doen met een Transformer. Ja, het is een uniform. Is het een uniform, ja? Ja, ja. Dan heb je inderdaad 9 punten. Oké. Okay. Challenge. Met een wielrenner. Bam. Een wielrennetje. Wie gaat naar hier nou wielrennen? Wat een lelijke man op trouwens. Jullie zijn echt tering. Ja. Bij Bistro Biertje. In een botsauto. Ja, dag. Heb jullie echt dat is dus de kermis. Ja, in Almere. Dat is bizar. Ja. 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 Dus, zijn wij niet geweest. Nee. Hij wordt gebeukt en je ziet hem gewoon zeggen. Leuk, joh. Ja, maar die plaats aan boord van plaats die ruimt op de naam van 1 van 10. Wij hoopten zo erg op Rob Geldrop, maar ja, dat was de verrij, denk ik. Dat was het eerste dat hij zei. Ik zat echt op mijn telefoon te zoeken. Ik heb 10 minuten, kwartier langs gezocht. Totdat Raoul ineens voor zich kijkt. Hij en boeikop. Kijk, natuurlijk, kijk, maar voor. Dat vind ik wel dubieus hoor. Ik was aan het bezorgen bij Didadi. Waar is je tas dan? Hij ging het ophalen, hij was onderweg om een bezorging op te halen. Ja, hier moeten we even wat door de vingers kijken, maar we willen het graag voor jullie doen hoor.
In een achtbaan. Ja, daar hebben jullie echt. Ja, kijk eens hoe hard je omhoog gaat. Nou, je hebt dus in Naarden, waar ik altijd vroeg heen ging. Pretpark Oud Valkenveen. Zo. Kijk, laten ze. Ja, dat is leuk. Weet je dat kindje nog? Dat Koen probeerde een whiplash te bezorgen in de boswaken. Ja. Ja, die hadden we terug. Nou, dat weet ik niet. Ik heb dus met gevaar voor eigen leven mijn zwembroekie, de duikbril opgedaan. Zo! En echt wel 3 meter onder water. Dit is een gevaar voor eigen telefoon ook. Ik vind die linker, het zou zo een albumcover kunnen zijn. Ja, ja, ja. Een ijsje met 10 bolletjes. Maar dit was een van de moeilijkste. Ik moet eerst even kort overleggen. Ja, 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 ja. Ik moet zeggen, ja, ik snap dat jullie zeggen dat deze misschien niet helemaal goed gekeurd is. Want ja, wij hebben inderdaad. Zo'n bak, in een slaat bak. Ergens op. Oh, er zit een hoornje op. Heb je nog een shot dat die bak eraf is? Tuurlijk. Gewoon ja. Eigenlijk niet. Maar nee, ja, mooi gedaan. Mooi leuk gedaan, ja, opgelost. Ja. Bam, 2 keer. Ah, nee. Ik moet zeggen, het was wel ietsje makkelijker dan voor jullie misschien. Ik heb geen idee waar het ding staat. Jij zei gisteren tegen mij van. Ja, mijn broertje is mee op pad. Ik weet niet waar die is. Ik zei toch, zijn broertje is mee op pad geweest. Hé, we hebben gewonnen! Jij de auto even kort en bondig dan, jongen. Mensen, abonneer ook. 8 ton gaat Rob in een bad. Niet Rob. Het is tijd voor Roel. Smaak. 8 ton gaat Raoul in een bad. Dat is voor hem al heel uitdagend. Maar goed. Berghuis. Berghuis. Maar shit. Make. Hè?